Een heel goede avond, dit is Ter Zake. Onze ploeg in de Gironde brengt verslag uit van de bosbranden. De schade voor de natuur en de wanhoop bij de mensen is groot. On a perdu quelque chose. C'est plus la vie est plus la même. La vie sera plus la même. On a perdu quelque chose. On est là, c'est plus comme avant. On va vous expliquer ça. Moi, il y a un vide. We gaan naar daar, naar Willem van Mullen. En heeft Donald Trump vertrouwelijke informatie over kernwapens meegenomen uit het Witte Huis? Ik praat erover met Thomas de Graven. Het is vrijdag 12 augustus. Hartelijk welkom. Maar we beginnen met de Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie. De auteur van de roman De Duivelsverzen is neergestoken net voor hij een lezing zou geven in de staat New York. Na de publicatie van De Duivelsverzen in 1989 sprak Iran een fatwa tegen hem uit, omdat zijn boek godslasterlijk zou zijn. Er werd ook opgeroepen om Rushdie te vermoorden in ruil voor een grote financiële beloning. Goedenavond, Inge Franke. Hoe is Rushdie eraan toe op dit moment? Weten we daar al iets meer over? We weten heel erg weinig, maar de gouverneur van New York heeft wel een tijdje geleden laten weten dat Salman Rushdie nog altijd in leven is. Nu, hij is op zijn minst zwaar gewond. Getuigen hebben gezegd dat op het moment dat hij op het podium kwam samen met de moderator die het gesprek zou leiden van dat literair festival waar hij zou spreken, wel, daar stormde een man op hem af en waarschijnlijk heeft hij hem met een mes enkele keren gestoken, onder andere in de rechterkant van zijn hals ook. En Rushdie is dan op de grond gevallen. Een arts in de zaal is onmiddellijk toegesneld om eerste hulp te bieden. Ze hebben zijn benen omhoog gelegd en die wonden proberen af te dichten. Maar er lag wel een plas bloed onder hem, maar hij had wel nog een hartslag. En dan is er een helikopter gekomen en daarmee is hij dus naar het ziekenhuis gebracht. Het is nu al enkele uren geleden. Hij is nog in leven, maar er is nog geen geruststellend nieuws dat hij stabiel zou zijn. De dader, die is intussen gevat. Ja, de dader is onmiddellijk gevat. Er was natuurlijk ook sowieso wel heel veel beveiliging. Maar eigenlijk hebben we over die vermoedelijke dader nog geen informatie gekregen. Grote vraag is natuurlijk, iedereen gaat ervan uit dat deze aanslag op het leven van Rushdie te maken heeft nog altijd met die fatwa van in 1989 intussen al. Maar helemaal zeker weten we dat niet, want daarover is dus nog geen enkele informatie vrijgegeven. Ja, Rushdie, die leeft eigenlijk al sinds 1989 onder een voortdurende bedreiging. Ja, absoluut. Hè. Als je bedenkt dat boek is geschreven in 88, onmiddellijk werd het in verschillende landen verboden. De Duivelsverzen is een roman, het is fictie, maar Salman Rushdie was er heel kritisch over de islam, zoals hij in zijn verdere werk eigenlijk over heel veel godsdiensten kritisch zich heeft uitgelaten. Maar het was dan in 89 dat de Iraanse geestelijke leider Khomeini die fatwa uitsprak en zei dat Rushdie gedood mocht worden. Daar stonden ook enkele miljoenen tegenover. Rushdie heeft dan enkele jaren, tiental jaren, onder constante bewaking van de politie moeten leven. Hij mocht bijvoorbeeld niet meer binnen in Iran, het land waar hij geboren is. En er is allemaal wel een kentering gekomen in 1998. Toen zeiden de Iraanse leiders dat ze die fatwa niet meer echt steunden. En dan zijn de levensomstandigheden voor Rushdie opnieuw iets vrijer geworden. Nu in 2017 kwamen er dan toch weer berichten van de geestelijke leider dat die fatwa eigenlijk toch nog wel gold. Dus daar werd altijd heel dubieus mee omgegaan. Dus grote vraag is vandaag, hoeveel zijn we, 34 jaar na de publicatie van dat boek, is er nu nog altijd een aanslag op Salman Rushdie vanwege dat boek? Dat is de cruciale vraag waar we nog op het antwoord wachten. Dank je wel, Inge Franke. In Frankrijk, in de Gironde, probeert de brandweer nog altijd de bosbranden onder controle te krijgen. En dat is een zware opdracht bij deze hitte en extreme droogte. Brandweerlui en bewoners raken ook uitgeput, want eigenlijk bestrijden ze het vuur al sinds de eerste grote brand daar in juli, die is heropgeflakkerd.
Willem van Willem, jij bent daar nog altijd. Vandaag is er wel iets positiever nieuws, want het vuur breidt zich niet verder uit. Ja, dat klopt. Maar dat is heel voorzichtig optimisme hier bij de brandweermensen. We zeiden het in de afgelopen dagen al, zo'n 7500 hectare land en bos is in vlammen opgegaan. Zo groot is dat gebied. En dat is niet uitgebreid in de afgelopen 48 uur. Dat is goed nieuws, maar dat is heel voorzichtig goed nieuws. Want er is dan mogelijk sprake dat er in de volgende dagen orages zijn. Stormen kunnen ook heel lokaal zijn, zijn heel moeilijk te voorspellen. De brandweerman met wie ik vanavond nog sprak, die zei, ja, als dat met regen is, dan is dat bijzonder welkom, zal dat heel goed nieuws zijn voor ons. Maar als dat droog is, als dat zonder regen is en gewoon heel veel windweer, kan dat weer voor problemen zorgen. Dus ze zijn optimistisch, maar ze zijn heel erg voorzichtig optimistisch. Ook wat er ook vanavond is, is dat die belangrijke autostrade, die A63, die loopt van in Spanje naar Bordeaux. Wordt heel vaak gebruikt door toeristen, zeker in deze periode. Er kondigt zich een heel zwaar verkeersweekend aan op de Franse wegen. Die wordt vanavond, nu, om 8 uur weer opengesteld. Dus dat is toch ja, een klein positief signaal dat het de goede kant uitgaat. Maar met iedereen die je hier spreekt, die zeggen, we blijven voorzichtig. Er is nu een heel grote periferie eigenlijk rondom die brand van zo'n 40 kilometer. We zijn daar zelf ook eens gaan kijken vandaag. En daar merk je ja, hoe moeilijk het werken is ook voor die brandweermensen. Het is nu nog altijd warm. Daar is het natuurlijk nog een pak warmer. En je voelt dan ook echt onder je voeten dat vuur in die grond zit. Dat heel erg warm wordt. Slotsom, voorzichtig optimisme, maar nog altijd heel extreme omstandigheden om in te werken. Je bent vandaag ook mee het terrein opgegaan. Wat hebben jullie precies gedaan? Wel, eigenlijk, de mensen zijn hier in de ban van de brand. We zijn met de politiediensten op pad geweest, omdat die gaan patrouilleren, die gaan controleren of de geëvacueerde dorpen, of iedereen zich daar wel aan die maatregelen houdt. We zijn, zoals ik al zei, met de brandweer op pad geweest, maar we hebben ook heel veel gewoon met de mensen gepraat. En wat ik zei, in de ban van de brand, dat geldt zowel voor de brandweerman die 12 uur moet rijden en dan naar hier komt, maar dat geldt ook natuurlijk voor de mensen die hier wonen. De brandweerman met wie ik vanmiddag een heel kort gesprekje had, die wilde dat liever niet voor de camera zeggen. Die zei, ik heb 12 uur moeten rijden, maar zo'n dingen die we nu hier meemaken, dat hebben wij echt nog nooit meegemaakt. De temperatuur daar ter plekke die kan oplopen tot 45 tot 48 graden. En het werd voor ons heel erg warm. Letterlijk en figuurlijk, zei hij gisteren. Er sloeg wat wind in en plotseling kwam dat vuur heel erg dichtbij. Dus het blijft heel erg voorzichtig voor die mensen. Het zijn spookdorpen hier rondom. Als je met de mensen praat, merk je dat. We hebben daar een reportage over gemaakt. We zijn die vanmorgen begonnen bij het opkomen van de zon. Toen was het nog rustig. Was het nog niet zo warm, was er niet veel wind. Maar je voelt ook bij de mensen dat die bezorgdheid dat die erin zit. En daar hebben we dit verslag van gemaakt. Là aujourd'hui, c'est la première journée calme comme ça. C'est vraiment, il y a plus personne qui passe, je sais pas si c'est barré, je sais pas si c'est. Mais c'est vrai que c'est. C'est calme aujourd'hui, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça va durer. Parce que lui, quand il va monter, dans une heure ou deux, il va chauffer. We zijn bij Jean-Claude en Valérie Belmas, landbouwers in Ostense. Het vuur kwam vlak bij hun huis en dieren. Zelf moesten ze 3 dagen evacueren. Een nachtmerrie, en die duurt al een maand. On a pleuré les premiers jours. Moi, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Ouais, maintenant parce que bon, c'est la fatigue maintenant qui voilà qui. Les larmes sont finies. Les larmes sont finies. Mais là c'est la fatigue qui arrive maintenant. De grote vlammen die zitten een pak verder, maar dit toont de ongelijke strijd tegen het vuur. Elke dag bij het opstaan moeten ze de schade opmeten. Le feu les premiers jours, ça s'est accroché au parc à cochons, vraiment près de la maison. Là tout le long, il y a eu le feu. Là hier après-midi c'est derrière là, tout derrière. Et là aujourd'hui on va se coucher parce qu'on n'a pas assez trempé le sol. Voilà. Et les pompiers m'ont préservé cette partie-là parce qu'ils voulaient sauver les moutons. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un peu de verre ici, parce que voilà, les pompiers ont fait du bon boulot, ils ont voulu me sauver les moutons. Et mes filles hein? Comment allez-vous? Oh fatigué parce qu'on ne peut pas travailler, on doit prendre quelques jours. Les jours sont. Bouffer et c'est fatigant quoi. C'est quand même une épreuve à souhaiter à personne quoi. Ça je ne souhaite à personne, oui. C'est fatigant quoi. Als ik vraag aan Valérie of ze de omvang van dit alles kan omschrijven, vindt ze maar één woord: monstre. J'ai vécu la tempête 99, mais je préfère la tempête 99.
Parce que là, au moins, elle est passée et c'est tout. Mais là, le feu, il est là, il reste. Donc, je sais pas, il est... J'ai l'impression qu'il a envie de tout cramer. Tant qu'il n'aura pas tout cramé, il restera là. Voilà. We gaan rijden. Kilometers lang blijft het landschap hetzelfde. Fijne boompjes langs de weg, zwart geblakerd. Veel rook en vooral een verlaten omgeving. We gaan mee op pad met de gendarmerie van het dorp Belin-Billy. Dit dorp werd volledig geëvacueerd en nu waakt de politie over de huizen. En ze controleren of er geen verdachte personen zijn. Want op dit moment kan niet worden uitgesloten dat een deel van deze branden aangestoken is. On nous a informé qu'un individu suspect avait été aperçu. Les pompiers nous ont donné cette information-là. On se rend sur les lieux le plus rapidement possible afin de procéder à sa vérification d'identité. Ouais. Nous, on a demandé aux pompiers qu'on a croisés de le suivre. Ils sont partis par là et il a pris à droite. C'est pas lui ? Si. Voilà. Monsieur, bonjour. Juste pour les oiseaux, parce que sinon ils vont mourir, s'ils ne voient pas... Vous avez pu contacter la mairie, il y avait quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, j'ai essayé, la mairie m'a dit qu'il faut laisser passer. Oui, mais il y a quelqu'un à la mairie qui s'occupe de nourrir les animaux. Ah bon ? C'est comment pour vous de se retrouver ici, dans cette situation ? Ah, c'est dur, très dur, oui. Difficile. Dat gevoel zal wel bij meer inwoners van dit dorp leven. Ook deze agenten gingen van deur tot deur. Er was begrip, maar toch was het een lastige boodschap om te brengen. Les gens sont très attachés à leur bien. C'est parfois difficile de leur faire quitter la maison. Après, c'est pour leur sécurité, c'est pour éviter derrière que des pompiers se mettent en danger pour venir les secourir aussi. Parfois, on comprend pas parce que le feu est loin. On se dit, on a le temps. Effectivement, on a le temps, mais la commune elle est vaste et il y a 5 et 6 000 habitants, si je ne me trompe pas. Si on attend la dernière minute pour tout le monde ou qu'au milieu de la nuit, ça passe des choses, le feu reprend et est très virulent, s'il faut tirer les gens du lit à 3 heures du matin, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Ondertussen gaat de strijd tegen de kleine en grote brandhaarden verder. Er kwam vandaag ook steun van andere Europese brandweerkorpsen. Deze brandweermannen komen uit Roemenië. Zij komen hun job doen. Jean-Claude en Valérie vechten voor alles wat ze hebben. On a perdu quelque chose. C'est plus la vie est plus la même. La vie sera plus la même. On a perdu quelque chose. On est, c'est plus comme avant. On va vous expliquer ça. Moi, il y a un vide. Il y a un vide. Il y a. Moi, on a toujours une boule au ventre. Toujours. C'est plus pareil. Il faudra longtemps pour qu'on s'en remette. Bij de spraakmakende huiszoeking in het buitenverblijf van Donald Trump eerder deze week was de FBI mogelijk op zoek naar vertrouwelijke documenten over kernwapens. Dat schrijven verschillende media in de VS. De inval blijft felle reacties oproepen. Minister van Justitie Garland heeft dan ook opdracht gegeven om het huiszoekingsbevel publiek te maken. Trump zelf heeft daar geen enkel probleem mee, zegt hij. Stijn Valk. De week begint in Amerika met een inval van de FBI op een landgoed. Niet zomaar een landgoed, van niet zomaar een Amerikaan. There appears to be an investigation by the feds into Mar-a-Lago, the home of Donald Trump. Het is ongezien in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een onwettige raid, een inval, noemt Trump het zelf. Zijn hele team en het grootste deel van de Republikeinse partij gaan op de achterste poten staan. Dit doe je niet. Met een ex en wie weet wel toekomstig president. Three days before an election, the FBI sent agents to the home of a former president, the leading contender to be the nominee for 2024. And I want to know why. We now find that justice in America is not equal. It's determined upon whether you want to go after a political person or not. And you go after your political foes, I think that's wrong. It's unprecedented that you would go into a former president. Why wouldn't they just ask the president if they have something there that they want? He surely would have provided it to them. De meest radicale Trump-fans komen al snel op straat en maken nog minder voorbehoud. Alweer een typisch staaltje deep state manipulatie. Een democratisch complot via de FBI om hun president voor altijd uit het Witte Huis te weren. I gotta stand.
I don't care if they kill me today. It's worth dying for. This country has given me too much and my family. Wat wilde de FBI nu precies vinden op het landgoed van Trump en wat hebben ze meegenomen? Bij zijn vertrek als president uit het Witte Huis nam Trump 15 dozen mee naar huis die eigenlijk naar het Nationale Archief moesten. Na lang aandringen heeft Trump de meeste documenten teruggegeven, maar volgens justitie dus blijkbaar nog niet alles. En de Washington Post meent te weten dat er mogelijk documenten over kernwapens zitten in het achtergehouden materiaal. Gewoon even vriendelijk terugvragen zoals sommige Republikeinen dus opperen, dat was niet gelukt. The department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken. Al even uitzonderlijk als de huiszoeking zelf is de toelichting die de Amerikaanse minister van Justitie er gisteren over gaf. Die levert normaal nooit commentaar op een lopend onderzoek. Maar de druk op justitie en de FBI werd zodanig opgevoerd. En Trump had uiteindelijk zelf de sereniteit van het onderzoek doorbroken. Merrick Garland ging daarom in op de vraag om het huiszoekingsbevel vrij te geven. Just now, the Justice Department has filed a motion in the Southern District of Florida to unseal a search warrant and property receipt relating to a court-approved search that the FBI conducted earlier this week. Justitie wil dus de kaarten op tafel leggen, maar Trump moest dan ook nog wel zijn goedkeuring geven. Het lijkt wel een pokerspel. Former President Donald Trump says he wants the FBI search warrant for the raid executed Monday at Mar-a-Lago to be released. Posting overnight on Truth Social, Trump called the search unnecessary and encouraged the release of the documents. Maar daarmee lijkt de zaak allesbehalve opgehelderd. Op de Trump-vriendelijke zender Fox News kon de advocaat van Trump die aanwezig was bij de huiszoeking geen duidelijkheid geven of er nu wel of niet nucleaire documenten zijn meegenomen. Linkse commentatoren pikten daar graag op in. Is it your understanding that there were not documents related to our nuclear capabilities or nuclear issues that had national security implications in the president's possession when the agents showed up at Mar-a-Lago? That's correct. I don't believe they were, and if they thought well, they do you know were, for a fact? Court... Do you know for a fact they were? Have you spoken to the president about it? I have not specifically spoken to the president about what nuclear materials may or may not have been in there. I do not believe there were any in there. Sweet Jesus. Oh, my God. I haven't talked to my client about whether he'd illegally removed nuclear secrets from the White House and taken them down to his country club illegally? Zal het onderzoek inderdaad tot explosieve resultaten leiden of baart de berg een muis? Is dit FBI-onderzoek de ondergang voor Trumps nieuwe politieke plannen? Of wel in tegendeel? Thomas de Graaf, goeie avond. Wat een kluwen. Mm-hmm. Waar staan we nu? Ja, het is inderdaad hallucinant. Een spelletje bluffpoker bijna, zoals Stijn zei in het stuk. Waar staan we nu? Voor 9 uur vanavond moeten de advocaten van Trump officieel meedelen of ze bezwaren hebben, ja dan nee, tegen het vrijgeven van dat onderzoeks, dat huiszoekingsbevel en die lijst van zaken die zijn meegegeven. Nu, Trump heeft inderdaad zelf al op zijn eigen sociale forum gezegd dat hij daar geen problemen mee heeft. Dat het wat hem betreft mag gebeuren. Nu, hij kon dat eigenlijk zelf al doen, want zijn team advocaten hebben eigenlijk een kopie van dat huiszoekingsbevel, dus hij kon het al vrijgeven mocht hij dat willen. Maar goed, als ze geen bezwaar hebben, dan kan het vrij snel gaan. Dan weten we in principe ongeveer waar ze naar op zoek waren. Want we gaan misschien nog niet op al onze vragen antwoorden krijgen. Want dat huiszoekingsbevel, dat is een redelijk formeel document. Daar moeten enkele zaken in staan. Bijvoorbeeld, wie heeft dat goedgekeurd? De naam van de rechter. Waar zijn ze naar op zoek? Maar dat moet heel bondig, dus dat gaat niet echt in detail. Waar mogen ze zoeken en eventueel welke wetten er vermoedelijk overtreden zijn. Maar dat hoeft allemaal niet in detail beschreven te zijn, net zoals de lijst van zaken die ze hebben meegenomen. Dus gaan we veel weten? Dat hangt er nog vanaf. Nu, de Wall Street Journal heeft daarnet een artikel gepubliceerd. Zij menen al meer te weten. Volgens hen zijn er 11 sets van geclassificeerde documenten gevonden, dus geheime documenten, waaronder enkele top-secret documenten, dus een niveau hoger van geheim. Dat is nog niet het hoogste niveau. Er zijn nog niveaus boven top-secret, maar toch, het wijst erop dat dat geen documenten zijn die thuishoren in een privéwoning van de president in Florida. Nu,
Wat daar precies in stond, weten we nog steeds niet helemaal. Over wat de Washington Post schrijft, dat er nucleaire informatie zou instaan, daar zegt de Washington of de Wall Street Journal voorlopig niets over. Niets over. Wat betekent dit nu voor Trump persoonlijk en voor de Republikeinen, heel deze situatie? Ja, op het eerste gezicht is het bezwarend, hè, dat een president hiervoor in opspraak komt. Je zou kunnen zeggen, voor eender welke andere politicus zou het fijn de carrière zijn. Maar ja, Trump is niet zomaar eender welke politicus. Hij leeft daarvan op wanneer hij kan vechten. Je zag ook dat hij onmiddellijk in de aanval ging, niet in de verdediging ging, maar zei van kijk, de FBI en het ministerie van Justitie, dat is een werkmiddel of een wapen zelfs geworden van de Democratische Partij. Hoge Republikeinen nemen dat discours over en zien het nu zelfs als een kans, want ze zien van oké, Donald Trump staat terug centraal op het podium. De achterban wordt kwaad van wat zij zien als overreach van de Democraten. Dus eigenlijk Democraten en het Departement Justitie die hun boekje te buiten gaan. Dus ze zien dit als een kans. Sommigen manen president Trump zelfs aan om direct zijn kandidatuur te stellen voor het presidentschap in 2024, nog voor de midterms, dus voor de tussentijdse verkiezingen van eind dit jaar. Omdat die Republikeinen denken dan van oké, dan kan hij mee de campagnes van de congresleden of de kandidaat-congresleden ondersteunen. Dit gaat ons nog meer stemmen opleveren. Trump zelf die heeft trouwens ook al aangegeven dat hij zeker niet afkerig staat van een presidentschap, een gooi naar het presidentschap. Ja. Dus het zou best wel eens kunnen. Stel dat hij toch veroordeeld wordt. Betekent dat het einde van zijn carrière? Opnieuw, voor misschien vrijwel eender welke andere politicus, ja. Ja. Het staat trouwens ook in die Presidential Records Act dat als die overtreden wordt, als je dus documenten van het Witte Huis onrechtmatig meeneemt, dat je geen enkel politiek ambt meer mag uitvoeren. Dus je zou kunnen denken van ja, dat is ook presidentschap, dat valt niet meer te halen voor president Trump. Maar er zijn rechtsgeleerden die zeggen van ja, maar ja, de grondwet in Amerika stelt eigenlijk maar drie voorwaarden voor een president. Je moet in Amerika geboren zijn, je moet minstens 35 jaar zijn en je moet 14 jaar in de VS gewoond hebben. En that's it. Dat zijn de enige drie voorwaarden. Dus het zou kunnen dat hij wel nog een gooi kan doen naar dat presidentschap, zelfs als hij in de cel zit. Want ooit is er zelfs iemand die vastzat die een gooi gedaan heeft naar het presidentschap. Heeft het niet gehaald, trouwens. Oké, sterk. Laten we nog even kijken naar de Democraten. Zij zien dit uiteraard als een heel andere kans om van Trump definitief af te geraken. Ja. Is dat realistisch? Zij denken natuurlijk dat dit opnieuw Trump onverkiesbaar maakt, net zoals al het werk van de onderzoekscommissie rond de aanval op het Capitool en de hoorzittingen, dat alles wat daar naar boven kwam, dat ook ervoor zou zorgen dat Trump onverkiesbaar is. Maar goed, eigenlijk de Democraten die denken al sinds 2016 dat Trump onverkiesbaar is. En oké, ondertussen is wel gebleken dat je Trump nooit mag afschrijven. Ik denk dat de Democraten dat ondertussen ook al weten. Ja. Ten slotte, vandaag, president Biden, dat weten we, was eerder deze week heel blij te kunnen uitpakken met zijn Inflation Reduction Act. Daar worden vandaag nieuwe stappen in gezet, maar dat lijkt nu helemaal weg, dat thema. Ja, en dat is vooral voor de Democraten en president Biden heel jammer natuurlijk. Hij zou dat ondertekenen vandaag, of het zou vandaag door het Huis van Afgevaardigden raken en zou dan naar het Witte Huis gaan om te ondertekenen. Is heel belangrijk voor zijn agenda als president. Oké, het heeft nu de naam Inflation Reduction Act, maar meer nog dan de inflatie de kop indrukken, is het eigenlijk een pakket met heel veel belangrijke klimaatmaatregelen, belastingsmaatregelen, gezondheidszorgmaatregelen, een beperking instellen op medicijnprijzen. Dus heel belangrijke dingen. Dit zou eigenlijk de nalatenschap moeten worden van president Biden, samen met zijn grote infrastructuurplan. Historisch gezien kan dit heel belangrijk zijn, maar vandaag, helaas voor president Biden, staan de spotlichten op de vorige president. Oké. Wordt vervolgd. Ik zeg het niet graag, maar in dit geval is het zeker zo. Dank je wel, Thomas. Graag. En daarmee zit Ter Zake erop. Ik wens u een mooie avond en een fijn lang weekend. En ik zie u graag dinsdag terug.